Ex-vicepresident Ashwin Adin is donderdag toegelaten tot de Nationale Assemblee nadat hij de belofte had afgelegd en de geloofsbrieven van hem goed zijn bevonden. In de felicitatieronde verwelkomden assembleevoorzitter Marinus B. en diverse fractieleiders het nieuwe lid. B. sprak de hoop uit dat er een goede samenwerking met hem zal zijn. Rabin Parmisser, waarnemend fractieleider van de NDP, zei dat Adin een bruisende energie heeft. En die zal nodig zijn om de vele uitdagingen met een grote eenheid aan te pakken. Als voorzitter ga ik dan de spits afbijten. Geachte heer Ashwin Adin, met uw lovende woorden in gedachten op de dag van mijn verkiezing tot voorzitter van dit college, feliciteer ik u met uw toetreding als lid van de Nationale Assemblée behorende tot de NDP-fractie. Ik kijk uit naar een zeer constructieve samenwerking met u en twijfel geen moment aan de wezenlijke bijdrage die u zult leveren in de realisatie van het doel waarvoor dit college staat, namelijk de behartiging van de belangen van het Surinaams volk. Voor ons een heugelijk feit, dag. We hadden graag eerder gewild, maar met uw medewerking, dat hebben we vandaag gehad. Felicitaties aan de heer Adin, zijn naaste omgeving. Ik denk aan zijn levenspartner, zijn ouders en overige dierbaren. Daarnaast ook de hele gemeenschap die in het voortraject tot het kiezen tot dat punt hebben gebracht dat u vandaag hier door de molen van de verschillende instanties bent gekomen. Het lid Adin sprak de hoop uit dat de DNA-voorzitter het parlement evenkundig zal leiden als ex-DNA-voorzitter Jennifer Geerling-Simons. Hij vergeleek haar met een moeder die goed voor haar kinderen zorgt. Aan de andere parlementariërs mag ik zeggen, ik heb heel veel inderdaad ook als minister, vice-president zien komen en gaan. Heel veel parlementariërs. Ik heb heel veel inspiratie mogen krijgen van eerdere parlementariërs, maar ook die nog hier zitten. Geachte lid Joggi, anderen die nog hier zitten, ook later als minister zijn gekomen, terug zijn gekomen in het parlement. We hebben heel veel inspiratie en de natie kan daar heel veel uitputten. Aan de regering wil ik ook zeggen, ook in mijn vorige rol, heb ik heel veel regeringen en ministers zien komen en gaan. En ook als minister, als ik als VP toen geweest, hebben we heel veel kunnen betekenen. En we zien ook een bruisende VP, ook een president, vol energie. Ze willen ook heel veel, heel wat doen. Wij moeten ze slecht kritisch begeleiden. We wensen hun en de regering ook heel veel succes toe. Ashwin Adin, die namens de NDP donderdag is toegelaten tot het parlement.